Ja, nee, je ziet inderdaad, de stad loopt weer vol. Het moet wel veilig blijven, dus daar blijven we op letten. Maar je merkt dat mensen het wel gemist hebben. En je merkt dat mensen echt de lokale ondernemer een hart onder de riem willen steken. En je merkt ook weer dat de ziel terug in de stad is. En daarom is het zo belangrijk dat mensen zeg maar, bewust gaan nadenken van... Hey, als ik een keer iets wil kopen, ga ik dan de stad in? Of doe ik dat van de bank via een paar klikken via Amazon of zo? En ja, dan verdwijnt het geld naar Amerika en anders blijft het geld in de stad. En dat is voor iedereen beter. Centrummanager Gijs Holla is blij dat de markt en de winkels in de sleutelstad weer geopend zijn. Hij heeft direct een verzoek aan het winkelende publiek. Hij vertelt over het nieuwe initiatief Liever in Leiden. Op dit moment is het nog een online platform waar eigenlijk te zien is wat er aan winkels en horeca in de stad is. In de binnenstad van Leiden. Maar in de toekomst gaan we het doorontwikkelen. En dan is het de bedoeling dat het een alternatief gaat worden voor een aantal bekende platforms om bijvoorbeeld je eten nu thuis te laten bezorgen of om te reserveren bij een restaurant. Want realiseer je, elke keer dat je dat doet, gaat een deel van wat je betaalt, het geld wat je betaalt, gaat niet naar de lokale ondernemer toe, maar dat gaat naar de aandeelhouder van die grote internationale platforms. En daar willen wij vanaf. En overigens is het niet een initiatief van alleen ons, maar ook bijvoorbeeld Leiden Shopping en Lekker in Leiden. Dat zijn eigenlijk ook mensen met hart voor de stad die al een aantal jaren bezig zijn om die stad zo leuk te houden. Die hebben zich inmiddels aangesloten bij dit initiatief. En we hopen de komende jaren dat zo groot mogelijk te maken. Want alleen kunnen we niet. We moeten het echt met de hele stad moeten schouders eronder zetten. Anders dan bijvoorbeeld thuisbezorgd is Liever in Leiden gratis voor de ondernemers. Toch kost het geld. Dat kost zeker geld, maar wij denken dat wij dat kunnen betalen. En dat doen we onder andere door goed samen te werken met de gemeente. Maar ook alle ondernemers in de stad, die betalen al een extra belasting. En dat krijgen wij. En wij willen een deel daarvan inzetten om eigenlijk op die manier zeg maar, het gratis te laten zijn voor de ondernemer. Dus als mensen bij ons bestellen, straks in de toekomst, reserveren of bestellen, dan gaat alles, 100% opbrengst, gaat naar de ondernemer toe.